Het IMF-programma van Suriname is terug op de rails. Vanmorgen heeft de regering van Suriname de Staff Level Agreement SLA bereikt met het IMF. Dit bevestigde minister Stanley Ragubashing van Financiën en Planning vandaag in de Nationale Assemblée. De samenwerking met IMF is volgens de bewindsman primair gericht op assistentie, technische bijeenkomst, permanente communicatie en nationale en internationale vertrouwen in het programma van Suriname, met natuurlijk ook een financiële karakterkant. Ik noem bewust de financiële kant als laatste. Het gaat niet primair om geld. Dat geld is ook wel belangrijk, maar het gaat vooral erom dat we partners in de wereld hebben die zeggen, oké, die samenwerking gaat en u zult merken, we zullen daar heel gauw van merken, dat dat helpt om de positie van Suriname versneld verbeterd te krijgen. Het eerste merkbare hierin zal zijn dat nu die SLA uit is, die Staff Level Agreement uit is, dat de weg volledig vrijgemaakt is om de nieuwe overeenkomst met de bondholders te tekenen, met de zogenaamde Oppenheimer bondholders te tekenen. En dat gaat betekenen meer rust in de begroting. Ragubashing zegt dat het bereiken van de SLA meer mogelijkheden biedt voor het vrijmaken van middelen voor sociaal beleid. Met deze SLA is er ook een belangrijke stap gezet in de herschikking van de schulden. De afspraken met het IMF gaan niet alleen om de macro-economie, maar ook om mensen, wet en recht, leefbaarheid en het terugdringen van de armoede. De Staff Level Agreement is een belangrijk mijlpaal. Het is niet het eindpunt, zeker niet van deze operatie, omdat het eindpunt is een paar weken verder, namelijk 14 juni, waarbij we op de agenda staan om in de IMF om op board level niveau de goedkeuring te krijgen. En dan worden de financiële middelen weer vrijgegeven en dan is het programma formeel weer helemaal op de rails. Ragubashing benadrukt dat het vertrekpunt van IMF niet is gericht op hun inzichten, maar op de begroting van 2023. Er zijn nog steeds uitdagingen, maar die zullen in coöperatief verband weggewerkt worden.